Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Fouad Benchika. Ik ben 38 jaar oud en ik woon in Gent, waar ik ook gemeenteraadslid ben voor Groen, waar we samen met onze fractie durven gaan voor moedige keuzes die voor een eerlijker, menselijker en gezonder samenleving zorgen. Het zijn die keuzes die ik ook wil vertalen in het Vlaams parlement. Samen met onze toekomstige fractie geloof ik echt wel dat we het verschil kunnen maken. Want tenslotte delen we meer dan we denken. Dit is ons DNA, dit is onze toekomst van ons allemaal. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb jarenlang gewerkt met verschillende minderhedengroepen, zoals personen met een beperking, mensen op de vlucht, de LGBT-community. En daar heb ik één fundamenteel ding geleerd. Een zorgzaam en solidair Vlaanderen is een kwestie van politieke wil. Een politieke wil die vandaag nog te veel ontbreekt. En het is daarin dat ik het verschil wil maken, samen met onze toekomstige fractie. Ik ben nu al enkele jaren actief bij Groen als vrijwilliger en sinds vorig jaar ook verkozen als gemeenteraadslid in Gent. En ik heb voor Groen gekozen om één specifieke reden. Groen kiest voor zowel de ecologische uitdaging te verbinden met de sociale rechtvaardigheid. En dit is ons DNA, niet sinds gisteren, maar al 30 jaar lang. Welke quote heeft u gekozen? Wel, de quote die ik heb gekozen is een die ik zelf heb gemaakt en dus luidt als volgt. Geen enkele vorm van uitsluiting verdient het om gerelativeerd te worden. Laten we bondgenoten zijn voor een solidaire samenleving. Omdat ik als homoman en iemand met een migratieachtergrond opmerk dat sommige strijden nogal op een selectieve manier worden benaderd, waar de LGBT-community echt en terecht ook heel veel aandacht krijgt, merkt bij andere uitsluitingsmechanismes een soort selectiviteit, een soort relativering. En het is die selectiviteit die ik wil bestrijden in het Vlaams parlement. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, ik heb er voornamelijk één, en dat is onze voorzitter, Meirem El-Matchi, omdat zij op een zeer waardige en waarachtige manier aan politiek doet. Ik heb mij jaren geleden een politiek debat rond fiscale amnestie, en waar de panelleden niet altijd op de meest correcte manier eigenlijk haar standpunten probeerden aan te vallen, en de manier waarop dat zij rustig bleef en toch haar punt probeerde te maken, is voor mij echt een zeer beslissend moment geweest om ook politiek actief te worden. Wat zijn uw politieke interesses? Het zijn er twee. Is de strijd of de verbinding maken tussen armoedebestrijding en de klimaatzaak. Denk maar aan mensen die in armoede leven. Dat zijn meestal ook al mensen die zeer klimaatbewust leven. Al was het maar dat ze helaas weinig toegang hebben tot nutsvoorzieningen. Ondanks die weinige toegankelijkheid van nutsvoorzieningen, zie je hun energiefacturen toch stijgen. Zie je terzelfde tijd dat zij vaak in de meest slecht onderhouden woningen leven, met hogere energiefacturen tot gevolg. Daarnaast zie je ook echt een groeiend probleem rond vervoersmobiliteit. En dat ondermijnt net grondrechten. Letterlijk betekent dit dat mensen moeite hebben om op hun werk te geraken, op hun school te geraken, op het ziekenhuis te geraken. Dus dat is echt wel een groeiend probleem die we moeten durven aanpakken. En het tweede, dit gaat echt over de strijd tegen iedere vorm van discriminatie. Daarom is het noodzakelijk dat de volgende overheid, en daar maken we ons sterk mee met de toekomstige fractie, willen wij inzetten op praktijktesten en mystery calls om op die manier het laks beleid die er vandaag nog altijd is en de relativering die er is bij sommige vormen van uitsluiting, eindelijk een halt wordt toegeroepen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Twee zaken terug. Het eerste is, laten we ervoor zorgen dat de verschillende parlementen representatiever worden. En dat betekent niet zozeer moeten zoveel procent hebben van mensen met dienenachtergrond of met tienenachtergrond, maar de verhalen, de behoeftes, de noden van specifieke doelgroepen, die moeten wel vertaald worden. En vaak zie je op dit moment nog altijd een scheefgroei van vertegenwoordiging, van verhalen, van noden van mensen die veel te weinig worden gehoord, die op dit moment ook niet vertegenwoordigd zijn in het parlement. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook kandidaat ben.
Daarnaast, de voorbije jaren hebben we gezien dat het politiek discours ongelooflijk hard is geworden. Dit heeft niet voor oplossingen gezorgd. Integendeel, het is nu of nu om die status quo eindelijk te gaan doorbreken. En daarom moeten we ervoor zorgen dat we op een andere manier politiek doen, dat we eindelijk weer aan tafel gaan zitten en dat we weer terug de dialoog opstarten om wel voor duurzame oplossingen te zorgen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een armband meegenomen die ik van mijn man heb gekregen. Een van de eerste cadeaus die ik heb gekregen toen wij net samen waren. En ze is me zeer dierbaar omdat ze mij herinnert van waar ik kom. Het is voor mij niet vanzelfsprekend geweest om te mogen zijn wie dat ik ben. Ik heb het geluk gehad dat ik omringd ben geweest met heel veel mensen die mij hebben geïnspireerd, mij hebben gesteund. Maar er is toch wel heel wat jaren overheen gegaan om trots te kunnen zijn op wie dat ik ben. Vandaag ben ik dat meer dan ooit. En het is die trots die mijn drijfveer is om aan politiek te doen, om voor maatschappelijke verandering te zorgen, om die status quo te gaan doorbreken, maar voornamelijk om de norm in vraag te stellen. Binnen welke gemeenschap dan ook, van wie dan ook. Ik geloof absoluut dat iedereen het recht heeft om te mogen zijn wie dat ze willen zijn.